Het Korps Penitentiaire Ambtenaren heeft gisteren zijn eerste diensthoofd, Regilio Blijt, geïnstalleerd. De ceremonie vond plaats op het hoofdkwartier te Santo Boma. Onder grote belangstelling is het diensthoofd beëdigd door procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Hij is meteen daarna geïnstalleerd door vicepresident Ashwin Adin. Blijt onderkent dat er veel werk aan de winkel is. Zijn prioriteiten zijn verzelfstandiging van de organisatie en meer transparantie binnen het korps. Blijt benadrukt dat hij alles in het werk zal stellen om de gestelde doelen te halen. Het nieuwe diensthoofd beseft echter dat hij de job niet alleen kan klaren. Om hetgeen welke eerder is aangehaald te verwezenlijken, zullen er binnen het KPA op alle niveaus moeten worden samengewerkt. Samenwerking kan omschreven worden als een gezamenlijke inspanning om bepaalde doelen te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal 2 personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen. Samenwerking wordt gezien als een belangrijke component, omdat het een efficiënte manier is om doelen te bereiken. Iedere persoon of elke groep binnen een organisatie beschikt over bepaalde expertise, waardoor positieve resultaten, zowel opdrachten, zowel doelen, makkelijker worden bereikt. Waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn noemt de beëdiging een historisch moment voor het gevangeniswezen in Suriname. De bewindsman zegt dat de aanstelling van een eigen diensthoofd een belangrijke stap is naar verzelfstandiging van het korps. Welzijn deed een dringend beroep op de overige leden van het KPA. Geef hem de ondersteuning die hij nodig heeft. Staat u hem gevraagd en ongevraagd met raad en vooral daad bij. Laat hem niet alleen. Nu liben wang. Nu zet hem aan, Jepping. U weet, komt u, mensen, anderen, ook een keer in aanmerking voor deze belangrijke positie. Of iemand die aan u gerelateerd is. Daarom heeft hij die ondersteuning ook nodig. Dat was waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn gisteren bij de installatie van het eerste diensthoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Volgens de bewindsman is Regilio Blijt de juiste man voor de functie.